Ex-minister Gilmore Hoefdraad van Financiën riskeert 12 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de geruchtmakende centrale bank case. Dit is een strafeis die het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door procureur-generaal Roy Bainat Pandey, vandaag heeft uitgesproken tijdens de zitting van het Hof van Justitie. Irene Lalji en Merwin Dubois, die Hoefdraad juridisch bijstaan, komen op 11 maart aan het woord. Het Openbaar Ministerie heeft zijn zinswijze vervat in een requisitoor en heeft op grond van zijn zinswijze een strafeis gepresenteerd. En wij gaan dus als advocaten onze zinswijze ten aanzien van het geheel onderzoek, het geheel gerechtelijk vooronderzoek, dus presenteren op 11 maart. Wij zijn al tijden voorbereid. Het moet wel weten dat het dossier een vrijlijvig dossier is. Het bestaat uit een aantal ordners. En dat lees je niet in één nacht. We zijn er al hele tijden mee bezig. En uiteraard bereid je je van den beginnen af aan voor op zo'n zaak. 11 maart betekent dat wij dan hetgeen dat wij vinden van de zaak zullen presenteren aan het Hof van Justitie en aan het Openbaar Ministerie. Advocaat Irene Lalji. Hoefdraad wordt samen met ex-gouverneur van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, ervan verdacht onrechtmatig miljarden SRD's te hebben onttrokken aan de moederbank. De procureur-generaal concludeert dat de gewezen bewindsman misbruik heeft gemaakt van zijn ambt en dat zijn handelingen financiële gevolgen hebben gehad voor de staat. De vervolgingsambtenaar wil ook een financiële strafrechtelijk onderzoek laten instellen tegen de verdachte om na te gaan hoe de gelden precies zijn aangewend.